De lente is dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar vroeg en goed begonnen. Het is goed te merken in de natuur, want in veel bomen hangt al de bloesem, maar ook sommige bomen kleuren al groen. Helaas voor sommige mensen hebben ze ook al last van de bekende kriebels in de neus. Hier in de Loonse en Drunense duinen is afgelopen weekend weer een kudde schapen uitgezet. Samen met hun herder Bart van Eckendonk en hun honden zijn ze elk jaar te vinden in een natuurgebied. Ja, ik ben Bart van Eckendonk en ik werk als schaapherder in de Loonse en Drunense duinen. Jullie lopen dan hier rond door de heide om de heide te snoeien, maar waarom doen jullie dat? Ja, we houden eigenlijk de open plekken open, zodat de wind daar vrij spel heeft en zo het stuifzand in beweging kan houden. En bewegend zand groeit niet dicht, dat is eigenlijk een beetje de redding van het stuifzand. Zo grazen de schapen dus het bomenopschot weg en we gaan de vergrassing tegen. En de hei die snoeit die schapen als het ware, waardoor die hei jonge uitlopers vormt en zo in stand blijft. Jullie lopen hier dan kriskras door het gebied heen, hè? Maar zit er nog een bepaalde logica achter? En weet je ook precies wanneer je waar bent? Nou, er zit zeker een logica achter. We hebben een begrazingsplan en daar staat eigenlijk in welke plekken we met welke intensiteit begrazen. Op sommige plekken willen we juist dat die schapen heel veel weggrazen als een soort achterstallig onderhoud. En op andere plekken willen we juist dat ze gewoon maar een beetje oppervlakkig begrazen. En dan zijn er ook nog plekken waar we juist willen dat ze niet komen. Heel erg bedankt voor je tijd. Kunnen we jou nog ergens vinden? Ja, ik ben natuurlijk te vinden in de Loonse en Drunense duinen, maar het is een vrij groot gebied, dus dat is soms lastig. Ik ben ook te volgen op Facebook, via pagina Schaapskudde de Loonse en Drunense duinen. En ook de pagina van de Loonse en Drunense duinen zelf is natuurlijk leuk om te volgen. Helaas zal het mooie lenteweer van de afgelopen tijd de komende dagen wat rustiger aan gaan doen. Er is wat meer bewolking en vooral op vrijdag en op zondag is er een kleine kans op een enkele bui. De temperaturen die gaan ook iets naar beneden, zo rond de 18 graden. Slecht lenteweer wordt het zeker niet, maar met temperaturen rond 18 graden, een overwegend droog weertype en af en toe zon, voelt het nog steeds als lente. Wil je nou ook op de hoogte blijven over het weer in Brabant? Like dan Brabant Weer op Facebook of volg mij op Twitter, @weermanRitsie.